In Grashoek zijn donderdagochtend 3 wielrenners aangereden door een auto. Dat gebeurde bij de kruising op de Lorbaan en Pastor Vullingstraat. 1 persoon is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, 1 persoon heeft licht letsel en de andere wielrenner bleef ongedeerd. Ter plaatse wordt onderzoek gedaan door de politie. De automobilist is aangehouden en naar het politiebureau gebracht.